Hoi, ik ga vandaag Don't Starve Hamlet spelen. Hamlet is een uitbreiding van Don't Starve. Nou, het lijkt me hartstikke leuk. Het is wel heel erg moeilijk, dus laten we gauw gaan kijken. Hier kom ik tot leven. Ik moet even klikken. Ja, dan word ik wakker. Ik zie een machette. Die gaan we oppakken, zaadjes oppakken en laten we dan de boel gaan verkennen hier. Ik kan hierin gaan zoeken. Het is poep, het is alleen niet zo goed voor je sanity. Oh, hij valt, even snel pakken, want hij heeft ook nog extra spulletjes. Normaal kan ik dat heel moeilijk pakken. Ik zie daarnaast een stuk steen. Die zou ik kunnen mijnen, maar ik heb nog geen pickaxe. Dus ik ga even onder de stenen zoeken. En flint heb ik dus heel hard nodig. Dus dat is best lastig om te krijgen in Don't Starve Hamlet. Gewoon even nu wat spulletjes zoeken en wat spulletjes verzamelen dus. Met mijn machete kan ik wel in elk geval hier op zoek gaan naar hooi. Dat moet ik dan kapot hakken. Er zijn ook wel andere hooi resources, zeg maar, waar ik het wel gewoon kan plukken. Maar meestal moet je hier met de machete aan de slag. Hier zie ik wat eten. Nou, dat moet natuurlijk ook allemaal verzameld worden. Dit is ook allemaal om te eten. Ik ga nu gewoon zoveel mogelijk rondlopen, eten verzamelen, even wat bloemen verzamelen voor een bloemenhoedje. Dat is goed voor mijn sanity, dat ik niet zo gek word. Dat kun je dus hierboven dan zien. En ik ga ondertussen op zoek naar de dorpjes en een stad. Ah, kijk, hier zie ik een soort ruïne. Laten we even gauw hier binnen kijken. Kijken wat hier is. Het is nog erg donker. Nou, ik heb nu niet zo heel veel spulletjes bij me. Dus ik denk dat het maar slimmer is om eventjes hier weg te gaan en later terug te komen als ik wat meer spulletjes heb. Hier zie ik nog een ruïne. Even een kijkje nemen. Oeh, beds. Nee, hier moet ik ook terugkomen als ik in elk geval bescherming heb en een beter wapen. Even snel kijken. Nee, hey, jammer. Ik hoopte dat het hondje met me mee naar binnen zou gaan en de bats voor me zou opeten. Dat zou wel heel slim zijn. Het hondje, die, als hij met je meeloopt, dan helpt hij een beetje tegen de gevaren. Tegen slangen, tegen schorpioenen. Dus dat is op zich wel heel erg handig. Kijk, en hier op deze bruine plekken, daar kan ik dus wat handige spullen vinden. Wat meer flint en ook wat iron. En dat ga ik later nodig hebben als ik in de tempels rond wil gaan lopen en op zoek wil gaan naar schatten. Kijk, hier zie je flint. Nou, dat heb ik natuurlijk heel hard nodig. Dus hier op deze bruine plekken, daar moet ik dat straks gaan verzamelen. Het is nu nacht, een kampvuurtje bouwen. En dan kan ik ondertussen wat van mijn eten klaarmaken op mijn kampvuurtje. Zodat ik de volgende dag weer gewoon goed door kan lopen zonder dat ik honger heb. En in het donker ga je dood als je geen vuurtje hebt, als je geen licht hebt. Dus dan is het even handig om even een kampvuurtje te maken. En gebruik te maken van de tijd om te eten. Aangezien je toch verder niks anders kan doen dan wachten totdat het weer dag wordt. Hier op deze steenvlaktes, nou, daar vind je dus verbrande bomen. Hier kan je charcoal vinden. Je hebt 6 charcoal nodig om een crockpot te maken. En een crockpot, dat is dus een kookpot waarin je betere maaltijden kan koken. Die dus die je veel meer helpen. Dus dat moet ik natuurlijk ook straks allemaal gaan verzamelen. Maar dat moet ik straks doen als ik een rugzak heb. Nu kan ik gewoon te weinig dragen. Kijk, en hier op deze, je ziet de velden, die zien er een beetje net uit alsof het met heel groot steen is klaargemaakt. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar op dit soort velden, daar vind je dus de dorpjes. Nou, hier vind je dus een klein kasteeltje met een boerderijtje die bewaakt wordt door bewakers die ingehuurd zijn. En hier moet ik gewoon verder gaan zoeken, net zo lang totdat ik bij een weg kom. En dan weet ik dus dat ik bij een stad ben. En daar wil ik ook later gaan wonen. Daar moet ik, kijk hier. Hier weet ik dus nu ben ik bij een stad. Hier moet ik gaan proberen geld te verdienen. En uiteindelijk kan ik hier een huisje gaan kopen. Maar ik heb eerst genoeg geld nodig om wat spulletjes te kopen. En om een science machine te bouwen om een rugzak te maken. Het is bijna avond. Ik moet nu gaan wachten totdat het overdag wordt, zodat ik hier geld kan gaan verdienen. Het handige van de stad is dat ik geen kampvuur hoef te maken. Ik kan hier gewoon tussen de lampen gaan wachten. En dan ben ik ook veilig voor de nacht. Dat scheelt dan weer wat spulletjes die je dan even niet nodig hebt om een kampvuur te maken. Het is overdag. Dit is een soort kruidenvrouwtje. Die geeft mij 1 goudstukje voor mijn bloemen.
Dus dan moet ik meerdere, maar ze wilde het maar één per dag kopen. Dus in de stad lopen meerdere van dit soort vrouwtjes rond. Die moet ik dan dus gaan opzoeken en ieder mevrouwtje één bloemetje per dag geven. En dan krijg ik dus één goud per keer. Als ik poep zie en ik raap dat op terwijl er een bewoner in de buurt is, dan geeft hij me dus een goud. Kijk hier, ik raap nu poep op en zij komt mij dus een goud geven omdat ik het heb opgeraapt. Even kijken of zij wat poep wil. Nee, dat wil ze dus niet. Ze wil echt alleen bloemen. Ik geef haar een bloemetje en dan krijg ik weer een goud. Zo moet ik dus 10 goudstukken bij elkaar zien te verdienen. En dan kan ik een gold nugget kopen. En daarmee kan ik dan een science machine gaan bouwen. En met de science machine maak ik dus mijn backpack. Dus ik ga nu... Oh, kijk, hier. Wat verkopen ze hier? Oh, bushes. Dat heb ik heel hard nodig voor eten straks. Dus dit gaan we eventjes kopen. Dit kan ik gaan planten in de buurt van wat mijn huis gaat worden. Het allerlelijkste huis hier. Dat wordt mijn huis. En dan heb ik dus straks gelijk mijn eigen eten hier in de buurt. En ik geloof dat er ook een man berries koopt. Dus dat is natuurlijk ook wel handig. Meteen bemesten. Nou, dan al dat poep oprapen heeft dus ook echt nut. En zo ga ik dan even verder met geld verdienen hier. Terwijl ik hier aan het geld verdienen ben, moet ik ook een beetje uitkijken. Ja, kijk, dan zie je dus een dief. En die dief wil mijn goud stelen. En ja, ik probeer hem eigenlijk te lokken richting de bewakers. Want dan vallen ze hem hopelijk aan. Als hij mij raakt, dan vallen al mijn munten uit mijn zak. En dan probeert hij dat natuurlijk te stelen. Maar de bewakers zullen ook mijn goudstukken proberen te stelen. Dus dat is niet zo heel erg handig. Dus ik probeer hem eigenlijk nu dat hij aangevallen wordt door de wachters. En dan kan ik vrolijk weer verder geld gaan verdienen. Het lukt me jammer genoeg niet om zoveel geld te verdienen in de stad. Dus ik ga weer even naar de dorpjes. Bij deze boer kan ik mijn gras geven en dan krijg ik een goudstukje van. Dus dat is dan ook wel handig om zo aan extra geld te komen. Even extra hout hakken, want ik kan mijn hout, als ik straks een science machine heb, ook omzetten tot planken. En voor planken krijg ik 2 goudstukken van de, ja, hoe heet hij, een soort werker in de stad. En dan gaat het ook wel snel met goud. Ik heb even wat geëdit in deze video. Oh, je ziet dat ik hier ondertussen alweer word aangevallen door de dief. Hij blijft maar proberen mijn goudstukken te stelen. Oeh, kijk, daar gaan mijn goudstukken. Ik moet ze nu gauw oprapen. Hij heeft er al wat gestolen en is er snel mee vandoor gegaan. Ik hoop dat ze hem alsnog te pakken zullen krijgen. Ik kan er in elk geval niet achteraan, want hij is veel sneller dan ik. Of ik moet even wat geroosterde koffiebonen op hebben. Dan kan ik hem wel bijhouden, want dan ben ik wel heel snel met geroosterde koffiebonen. Nou, ik moet maar weer gewoon mijn best doen om extra geld te verdienen. Het spel lijkt heel makkelijk, maar het is echt super moeilijk. De eerste dag dat ik het speelde ging ik eigenlijk al bij dag 3 dood. Ik zit nu op dag 4, dus dat scheelt weer. Even ondertussen weer wat bessen kopen, een bessenplant kopen, want dat heb ik straks echt heel hard nodig om te overleven. Even opletten waar ze het mee vervangt. Want alle bessenplanten moet ik zoveel mogelijk blijven kopen. Ik hoop in het begin ook altijd om shears, heet dat geloof ik, of een razor te kopen. Waarmee ik dan hier in de stad de heggen kan knippen. De clippings kan ik dan ook weer verkopen, dus dat is wel heel erg handig. Nou, oep, hoop dat er iemand in de buurt is. Want als er niet iemand heel dichtbij is, dan krijg ik er geen goud voor. Nee, ik zie hier niet iemand in de buurt, dat is wel heel jammer. Ik weet het niet, ik kan het wel altijd nog proberen, maar... Het zou jammer zijn als ik er niks mee krijg. Nee. Wat heel erg lastig is in dit spel is je sanity. Je sanity betekent of je gek wordt of niet. Dat zie je dus rechtsboven in de hoek. Zie je met geel hoeveel honger je hebt. Met rood je health. En met oranje is je sanity. En als je dus je sanity helemaal kwijt bent, nou, dan word je gek. En dan word je dus aangevallen door nachtmerries. En dan ben je dus ook heel erg dood. Dat gebeurt bij mij ontzettend vaak. Meestal ga ik dus daaraan dood. Ik denk dat ik de meeste dagen volhoud tot en met dag 8. Want het is best wel lastig, dit spel. Het is nu december 2018. Ik had het spel Don't Starve al. Dus ik kon deze uitbreiding van Hamlet voor een paar eurotjes erbij kopen. Volgens mij kost de uitbreiding iets van 6 euro nog wat. Maar omdat ik dan de bundel compleet kon maken van de Don't Starve. Want ik heb ook al Don't Starve Shipwreck en Reign of Giants. Kon ik dus voor een paar eurotjes Hamlet bijkopen. Dus dat is wel heel erg handig. En ik speel dit op Steam op mijn computer. Ik heb nog steeds niet genoeg goud. Dus wat dat betreft heb ik niet echt veel geluk. Even maar spullen gaan zoeken. Kijk, dit soort stenen is handig om te hakken. Want dan krijg je en genoeg steen bij en flint.
Dus dit is altijd handig om voor deze stenen te gaan, zodat je flint hebt. Ik kom altijd eigenlijk flint tekort in dit spel en moet heel vaak flint bijkopen in de winkels in de stad. Maar ja, ik heb in het begin 10 goudstukken nodig om een science machine te bouwen. Dan heb ik 40 goudstukken nodig om goud te kunnen kopen, gold nugget, om even kijken, een alchemy engine te kunnen bouwen. En dan heb ik 50 goudstukjes nodig om een huis te kunnen kopen. Dus dat is altijd heel erg lastig. Dat is mijn strategie. Misschien zijn er wel andere strategieën die beter zijn, maar op dit moment probeer ik het zo. Ik vind het gewoon echt heel erg lastig. Dus ik ga maar weer spullen verzamelen. We gaan alweer richting dag 5. Ik edit even flink in deze video, want een potje kan al gauw een uur duren. Tenminste, als ik voorbij dag 4 kom. En dat wil ik jullie niet aandoen. Dus ik edit even flink. De scènes waarin ik eigenlijk alleen maar verzamel, haal ik er dan uit. Oeh, dag 4, richting dag 5. De beds komen eraan. De eerste dag komen geloof ik 1 bed aan. Dus die heb ik nog helemaal niet gehad. Nou, dat is gelijk al 2 beds heb ik dan nu om de 4 dagen. Komen dus weer een aantal beds en het zijn er iedere keer meer. Vandaar dat ik ook altijd probeer als ik aan het verzamelen ben dat hondje of hondjes bij me in de buurt te hebben, want die vallen dan de beds voor me aan. Maar ja, ik ben nu alweer bijna dood, dus ik heb niet echt een mooie start met dit potje. Even kijken of ik snel weg kan rennen. De beds halen me eigenlijk best wel in. Maar ik heb altijd geluk, want ze moeten eerst even stoppen voordat ze me kunnen aanvallen. Dus op zich vliegen ze sneller dan ik kan rennen. Maar ze kunnen me niet aanvallen terwijl ik blijf rennen. Want zij moeten eerst even stoppen voordat ze me aanvallen. En dan ren ik natuurlijk door. Ik moet alleen niet pauzeren. Als ik hier even steeds op tab druk om mijn map te bekijken, dan pauzeert het spel. Dus dan pauzeer ik zelf niet. Nou, de bed die volgt me niet langer. Nou, mooi. Dus als ik uit het beeld ben, laat hij me met rust. Nou, hopelijk wordt hij daar ergens opgegeten door een van de vijandige beesten. En valt hij me straks niet meer aan als ik hier weer spullen ga verzamelen. Mijn sanity is niet zo best. Mijn health is niet zo best. Dit is geen mooie start voor mij zo. Ik zal straks geld moeten investeren in mijn health. Dus maar even weer wat geld verdienen. Bloemetjes aan kruidenvrouwtje. En volgens mij heb ik ook nog steeds mijn berry plant. Die moet ik natuurlijk ook gaan planten. Ik heb nog steeds geen backpack. Dus dat is echt heel erg lastig. Want daardoor kan ik gewoon te weinig spulletjes meenemen in mijn inventory. Maar weer een bessenstruik er dus bij. Ik kan hier wel de spullen die zij toch niet pakken. Want ik kan geen eten hier neerleggen. Want dan eten ze het op. Spullen die zij niet opeten kan ik wel hier alvast bij mijn toekomstig huisje neerleggen. Om vast weer wat plekken te hebben in mijn inventory. Anders kan ik gewoon niet zo heel erg veel. Zo, nou mooi. Ik heb nu genoeg goud. Dus ik kan nu een gold nugget gaan kopen. En met mijn gold nugget kan ik dan zo mijn science huisje gaan bouwen. Een science machine gaan bouwen bij mijn toekomstig huisje. En kan ik in elk geval mijn backpack maken. En misschien straks een schep en nog wat andere spulletjes. Genoeg, ik heb mijn gold nugget en science machine maken. En dan kan ik nu eindelijk mijn backpack maken, zodat ik meer ruimte heb. En dan is het zaak om 40 goudstukken te gaan verdienen voor 4 gold nuggets. En daarmee kan ik dan dus een alchemy engine maken. Waarmee ik dan bijvoorbeeld een crockpot kan maken. En andere dingen die ik heel hard nodig heb bij het overleven in dit spel. Oh, kijk eens aan. De boef is toch gepakt. De wachters hebben hem te pakken gehad. En nou kan ik zijn boevenhoed afpakken en een map, waarschijnlijk met zijn schat. Met zijn boevenhoed kan ik denk ik de boeren gaan bestelen. Tot nu toe bestel ik eigenlijk nooit de boeren, want dan vallen de wachters me constant aan en blijven me aanvallen. Maar met zijn boevenhoed zou ik dat denk ik wel kunnen. Dat maakt het overleven wat makkelijker. Tot nu toe heb ik volgens mij maar 12 of 14 dagen volgehouden, want het is echt moeilijk overleven. Dus misschien als ik de boeren nu kan bestelen, kan ik het overleven wat langer volhouden. Nou, ik ga nu zijn schat opgraven, kijken wat de boef allemaal verzameld heeft. Als schat een kist. Als ik later met een hamer terugkom, dan kan ik die kist kapot slaan en dan een eigen kist bouwen in mijn huis. Maar dan zal ik eerst een huis moeten hebben. Allemaal eten. Oeh, en een muntstuk. Dit is een muntstuk wat 10 goudstukken waard is. Dus dan heb ik nog maar 30 goudstukken nodig om mijn alchemy engine te kunnen gaan bouwen. We gaan het proberen. Ik ga kijken of ik hier wat bessenstruiken kan stelen. Want bessenstruiken kan ik zelf heel erg hard gebruiken voor mijn eigen overleving.
Dus boevenhoed op. Oh, wacht even. Ik kan hem natuurlijk ook eerst nog even wat verkopen. Nou, heb ik weer een muntstukje bij. Boevenhoed op. Kijken wat ze doen. Hij raakt ervan in paniek. Het gaat om de wachter. Wat doet de wachter? Hij valt me niet aan nog. Ik ga gauw zoveel mogelijk omscheppen. Hij doet nog steeds niks. Normaal gesproken valt de wachter me nu echt gelijk aan. Dus daarom doe ik dat liever niet. Maar ik heb het wel heel hard nodig. Want tot nu toe is het overleven gewoon echt heel lastig. Nou, de wachter blijft niks doen. Dus ik blijf maar meer bessenstruiken stelen. Hij valt me maar niet aan. Nou, dan steel ik ook de rest van de bessenstruiken. En dan ga ik ze planten bij mijn huis. Of tenminste, wat mijn huis gaat worden. Hier ben ik bij mijn huis. En nou kan ik dus alle bessenplanten gaan planten die ik heb gestolen. Ik moet alleen wel een beetje rekening mee houden dat ik niet alles bij elkaar ga planten. Want ik heb dus moeite met gold nuggets krijgen. En zolang ik geen bliksemafleider heb en er ontstaat brand, dan brandt de boel in één klap af. Nou, dat is natuurlijk heel erg naar. Dus ik moet niet alle planten bij elkaar, alle bessenstruiken bij elkaar planten. Hier plant ik dan de rest. Je moet de bessenstruiken wel bemesten, want anders dan krijg je geen bessen. Nou, wat dat betreft is het dus wel handig dat je hier heel erg veel poep opraapt. En dan kan je dus snel aan je mest komen om alle bessenstruiken te bemesten, zodat je straks weer eten hebt. Omdat ik zo weinig flint vind, zal ik toch wat flint moeten kopen. Dus iedere keer als ik in winkels flint tegenkom, dan moet ik dat wel kopen. Even kijken, steeds afwachten wat er dan weer neer wordt gelegd. En nu moet ik proberen zoveel mogelijk goud weer te gaan verdienen en spullen te verzamelen. Oh, wat had hij ook weer neergelegd? Even kijken, ik zat net met jullie te praten. Ja, kijk, flint. Nou, dat moet ik dan weer kopen. En wat legt hij nu? Een umbrella. Ja, dat ga ik nu niet echt gebruiken. Kijk, en met mijn flint wat ik net heb gekocht, kan ik een razor gaan maken. En met mijn razor kan ik dus nog meer geld gaan verdienen hier in de stad. Ik kan hier de heggen die je daar zo lelijk ziet, kan ik dan gaan scheren. En dan maak ik ze weer mooi. En de clippings kan ik dus weer verkopen. En kan ik dus weer goud verdienen. Dus dat is wel heel erg handig. Ik ga even alle heggen scheren en dan ga ik mijn clippings verkopen. Kijk, dat komt goed uit. Ze staat er al. En aan haar kan ik dus mijn clippings verkopen. En dan hoef ik dus niet één per dag. Dus dat scheelt. Want ze willen gewoon dat ik hier wel rondhang. En de stad een beetje bijhoud. Dus dit tikt wel aan. En helpt me dus bij het verdienen van de goudstukken. Om het verdienen wat makkelijker te maken, ga ik nu even wat planken omzetten tot hout omzetten tot planken. En dit zijn de werkers in de stad. En die kopen dan één plank per dag. En daar geven ze 2 goudstukken voor per plank. Dus dat helpt wel bij het sneller krijgen van de gouden muntjes. Het is alweer dag 8. Ik ben ondertussen dingen aan het verzamelen. Oh wacht, ik zie bats. Ik zie, je ziet de schaduwen van bats die vliegen. Ik moet dus snel hier weg gaan rennen op zoek naar een wachter die bereid is me te helpen. Het beste is om helemaal naar de stad te rennen, omdat daar dus meerdere wachters zijn die me helpen. Oh kijk, het zijn weer maar 2. Nou, 2 is nog wel te doen. Ik dacht dat ik dag 1 maar, of dag 4 maar 1 bed kreeg, dag 8 2 beds. Maar blijkbaar krijg ik dus allebei de keren 2 beds. Dus deze wachters zouden me wel van de beds kunnen helpen. En anders dan helemaal terugrennen naar de stad. Verzamelen wordt dan dus even lastig met de beds. Ik denk dat de beds inderdaad me nu weer met rust laten. Ze zijn er weer niet. Weer maar proberen geld te verdienen. Dus ik ben heel veel bezig met het verdienen van de goudstukken. En daar edit ik dan de video in. Zodat ik jullie wat meer de andere dingen kan laten zien. Kijk, mijn planten beginnen bessen te geven. Dus ik heb het idee dat ik in elk geval dit potje niet dood zal gaan van de honger. Nou, dat scheelt alweer. Het spel heet Don't Starve Hamlet. Verhonger niet en dan Hamlet, omdat het met dorpen en steden zijn. Heel veel potjes ben ik inderdaad al verhongerd. Dus ik denk dat dit potje in elk geval qua honger het goed zal gaan. Nou, dat scheelt weer. Even weer hier wachten tussen de lantaarnpalen totdat het licht is en ik weer verder kan. Kijk, dit heb ik dus ontdekt. Als ik dus een bes op de grond gooi, dan eten ze het op. En dan krijg ik poep.
En ik krijg dus een goudstuk. De poep heb ik dus heel hard nodig voor mijn bessenstruiken. Want die moet ik steeds wel bemesten. Zodat ik bessen blijf krijgen om te eten of om geld mee te verdienen. Dan kan ik dus nu mijn gold nuggets gaan kopen. En dan heb ik dus doel 2 behaald voor mijn alchemy engine. Ik kan nou eindelijk mijn alchemy engine maken. Dat is heel erg fijn. Daarvoor moet ik dus eerst mijn stenen verfijnen. Tot cut stone heet dat. En dan moet ik doodads maken. Electric doodads geloof ik. En dan heb ik nog planken nodig. Dus hout hakken. Zodat ik straks mijn alchemy engine kan maken. Nou, het is nu al best wel lang. De video is al best lang geworden. Ik hou het nu maar even bij deel 1. En dan deel 2 zal dus zijn dat ik mijn alchemy engine ga neerzetten. Geld moet verzamelen zodat ik hier een huisje kan kopen. Dit is het best lang wat ik nu al aan het overleven ben. Terwijl ik een slechte start had. Dus dat is wel heel erg goed. Ik hoop dat je deze aflevering leuk vond. En in de volgende aflevering ga je dus met me verder kijken. Of het me lukt om een eigen huisje hier te kopen. En of het me lukt om langer te overleven dan 12 of 14 dagen, wat tot nu toe mijn max is. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!